Goeiedag. Amper een week na het nieuws dat een crimineel afkomstig uit Marokkaanse onderwereldkringen besloten heeft kroongetuige te worden, wordt hij hier keihard voor afgestraft. Zijn broer, die een bedrijfje runt in Amsterdam-Noord, is vanochtend doodgeschoten door een huurmoordenaar. De boodschap is duidelijk. Praten blijft niet zonder gevolgen. De Tweede Kamer wil nu een debat over hoe deze moord heeft kunnen gebeuren. Justitie wel in staat om kroongetuigen en hun familie te beschermen? Er zijn hele goede mogelijkheden om dat wel degelijk in een goed programma te zetten. Dat is in het verleden ook echt bewezen. Het is echt, daar hebben we echt een goed programma op. Maar het signaal is hier anders. Het is blijkbaar niet gelukt. Het Openbaar Ministerie gaat toelichten wat hier de situatie op dat punt is geweest. Daar ga ik nu niets over zeggen. Ik praat hierover verder met misdaadverslaggever van de Telegraaf, Mick van Wely. Mick, we hebben het hier vaker gezegd. Dit is on-Nederlands wat hier is gebeurd vanochtend. Ja, nou ja, een paar jaar geleden hebben we het, de onthoofdingszaak gehad. Hè, dat er een notabene een hoofd op de stoep werd gelegd. Ook een signaal aan een fractie in de onderwereld. Ja. Dan denk je, dat is het. En je ziet dat het steeds verder gaat. En eigenlijk was het wel te verwachten, ja, naar het bekendmaken dat er een kroongetuige is, dat er iets zou gebeuren. Ja. Zo gestoord is die groep wel. En je zag het vanochtend en het is, ja, dat is ongekend. 6 dagen zeg maar na het nieuws dat hij kroongetuige is geworden. We weten nog niet zo heel veel over de moord. Er zijn wel wat getuigen geweest. Mogelijk is het gebeurd tijdens een sollicitatiegesprek. We weten het niet zeker. De huurmoordenaar kan zich hebben voorgedaan als iemand die op sollicitatie, ja, kwam. Nou ja, en dat is dus ook het bizarre. Dat, je solliciteert natuurlijk niet met een bivakmuts op je hoofd. Dus je komt daar met open vizier binnen. Dat betekent, ja, dat de kans op herkenning natuurlijk groot is. Hondsbrutaal daar gewoon naar binnen banjeren. Ja, dit is eigenlijk te bizar voor woorden. Ja, een man van 1,70 meter wordt gezegd. Donkere gelaatstrekker, uitgebrande auto, et cetera. Vond, ja, eigenlijk het standaardritueel. Maar de dader is recht op zijn doel afgegaan. 6 dagen is nu bekend, dus het is voorbereid. Ja. En blijkbaar weet de dadergroep, de onderwereldkopstukken, ook veel over de familie. Ja, nou ja, bekend was dat de familie gevaar liep. He, er zijn berichten onderschept van, ja, de mogelijke opdrachtgevers voor moorden in Utrecht, waarover deze kroongetuige Nabil zou verklaren. Ja. En in die berichten staat, als Nabil gaat praten, de kroongetuige, ja, dan gaat iedereen slapen. Ja. Nou, dat is een duidelijk signaal. Iedereen die ook mee te maken heeft, gaat dood. Nou, en dat lijkt dus ook echt de waarheid. Het zijn geen loze woorden nee, gebleven. Nog even terug naar Nabil B. Waarover heeft hij besloten te gaan getuigen? Welke moord precies? Nou, er is een vergismoord geweest in Utrecht vorig jaar. Dat betekent, hij had auto's geleverd en had een rol gespeeld bij het voorbereiden van de liquidatie. Het afleggen, zogenaamd. Het afleggen, ja, afleggen en auto regelen. En uiteindelijk is daar de verkeerde doodgeschoten. En hij kende de familie van het slachtoffer. Hij voelde zich heel erg, ja, berouw had hij. En daarbij kwam dat hij in de gaten kreeg dat hij zelf nu ook een doelwit was, omdat hij had gepraat met de familie. Ja. Dus wat heeft hij gedaan? Turncoat, hij is naar justitie gestapt en heeft besloten om kroongetuige. Puur natuurlijk ook uit zelfsbehoud. Lijfsbehoud. En op dat moment is ook dus de familie beveiligd. Nou ja, en in welke mate, dat weten we niet. Nee. Maar bekend is wel dat deze man die vanochtend is neergeschoten, de broer van Nabil, er niet voor gekozen heeft om permanent beveiligd te worden. Ja, en dat houdt een keer ergens op. Ja, dan kunnen we nu zeggen dat dat naïef was, gezien de dreiging van die onderwereldkopstukken die waarschijnlijk al meerdere moorden op hun geweten hebben. Is dit dan toch een blunder van het Openbaar Ministerie? We hoorden de minister, Grapperhaus. Hadden ze dit toch niet kunnen aanzien komen? Kijk, er zijn een paar zaken. Ten eerste, je kunt niet iemand verplichten om zich permanent heel zwaar te laten beveiligen. Dat is één. Nou, een ander punt is, je hebt een hele grote familie. Ja. Ik bedoel, deze criminelen, als ze de broers of zussen niet kunnen pakken, pakken ze een neefje. Of, ja, misschien daar de vriendin wel van. He, dus waar eindigt het? Ik denk dat het grote families waarschijnlijk. Grote familie. Ja. Het is belangrijk, vanmiddag komt het OM met de verklaring, dat hebben we, ja, gehoord. Ik ben heel benieuwd wat de overwegingen zijn geweest. Ja. Maar laat duidelijk zijn, als er echt hele duidelijke aanwijzingen zijn dat iemand gevaar loopt, ja, dan moet je op een gegeven moment in het kader ook van de openbare orde en veiligheid, om te voorkomen dat allerlei kogels ontvliegen, iemand toch wel in zekere zin gaan beschermen. Het is een heel lastig dilemma, maar ik ben erg benieuwd wat het OM hierover gaat zeggen. Ja, maar laten we dan ook even over de capaciteit hebben. Er wordt ook een collega van ons beveiligd, meerdere collega's zelfs. Ja. Er zijn heel veel vacatures bij die beveiligingseenheden. Kunnen ze het eigenlijk wel aan? Dit vereist zo'n capaciteit. Ja. Ook dat is iets. Ik heb eerder al gehoord dat er inderdaad veel druk is en dat ze het erg druk hebben.
Maar ik geloof niet dat dat een overweging is geweest. Maar goed, dat is ook nogmaals speculeren. Ik ken de details niet. De justitie praat niet snel over beveiligingsmaatregelen. Ik ben erg benieuwd. Nabil B., dat is de kroongetuige, heeft nu een broer verloren. Ja, wat gaat hij nu doen? Gaat hij praten? Ja, er kan twee kanten op. Of hij raakt juist gemotiveerd om nog meer gemotiveerd en vastberaden om zijn verhaal te doen, omdat hij wil dat de opdrachtgevers worden gepakt. Of hij denkt, ja, wacht eens even, als ik blijf, dan kan het nog meer doden kosten. Dus dat weet je niet. Nee. Wat ook interessant is, is dat justitie vorige week, toen ze bekend maakte dat de kroongetuige is, duidelijk heeft gezegd, we hopen dat er meer criminelen zijn die ook die stap maken om uit de wereld te gaan en kroongetuige te worden. Nou, één ding is wel zeker, dat ze wel heel erg zullen uitkijken nu om kroongetuige te worden. Ja, dat is wel weer een punt. En dit is een hele harde boodschap vanuit deze groep. Ja. Die opereert vanuit de omgeving Utrecht, Amersfoort. Zeker. En die hebben een duidelijk signaal afgegeven. Dit is een heel duidelijk morbide signaal. Een verschrikkelijk signaal ook. Ja, Mick, jij blijft het uiteraard voor ons volgen. Dankjewel voor jouw commentaar. En tot zover Misdaad vandaag.